Herman, een goedemiddag. Een heel erg goede middag. Mag ik u nog proficiat wensen? Volgens mij zijt u pas jarig geweest, hè? Ook dat, alweer 18. Ja. Alweer 18. Hoe is dat om in deze tijden uw verjaardag te vieren? Zeker als een sociaal persoon als u. Wel, dat is eigenlijk ongelooflijk goed gegaan. We hebben een dag vrijgenomen, zowaar, om de verjaardag te vieren. We Ja. hebben dat gedaan wij wonen op een heel mooie plek in Sint-Martensvoeren. En we zijn eigenlijk gaan rondwandelen. We zijn naar Sint-Pietersvoeren gewandeld, we hebben een dikke wandeling gedaan, we zijn thuisgekomen. We hebben lekker gegeten. De kinderen en mijn echtgenoot hebben een heel leuke verrassing aan elkaar gestoken, een leuk filmpje gemaakt. En 's avonds zijn we in onze bubbel. Hebben wij een vuurtje aangestoken, hebben we rond het vuur gegeten, een paar flessen gedronken en samen afgewassen. En dat was een ongelooflijk sociale en een bijzonder leuke verjaardag. Dat klinkt nog niet zo slecht eigenlijk, moet ik zeggen. Nee, dus, Helemaal niet. Integendeel, ik wil morgen opnieuw tekenen. Ik ja. verjaar niet, ik verdag morgen. Ik Nee, wil dat weer vieren. dat is. Hoe gaat het in het algemeen met u? Heb je iemand, ik ken u als een positief persoon, maar op een gegeven moment ja, dan toch de boodschappen kwamen van ja, het is toch wel iets serieus wat niet binnen een paar dagen of weken weggaat. Heb je meteen de knop kunnen omzetten? Of is dat toch even laten landen en dan vervolgens weer go with the flow? Hoe zijn je daarmee omgegaan? Nee, heel snel. Heel snel geschakeld. En het heeft een paar zaken. Je zag natuurlijk wel een en ander komen. Ja. Je kunt niet zeggen dat het verhaal van corona dat een probleem is dat plotseling ontstaan is de tweede helft van maart. Dat Nee. was niet zo. Dat is niet zo. Dat zag je in januari komen. Begin februari wist je dat de kans dat het naar Europa kwam meer dan groot was. Toen waren ook de eerste berichten kwamen uit Italië. In Italië was het groot in einde februari. En op dat ogenblik, dan begint natuurlijk wel de bovenkamer te werken van wat gebeurt er, wat moet er gebeuren. En wij hebben een vermoedelijk geval van coronabesmetting gehad in het bedrijf op de eerste week van maart. Waardoor wij heel erg snel zijn gaan schakelen. Dus we hebben geen bevestiging. Het was een collega die getest. We gaan ervan uit dat het wel prijs was. Ze kwam uit Milaan terug met een paar vriendinnen. En op heel korte termijn, in het weekend, ik denk dat dat 7 maart was, hebben wij een volledig plan, de basis van ons plan, een communicatieplan uitgeschreven. Acties, alle hygiënische maatregelen die we konden nemen, al genomen. Flowcharts gemaakt, heel begrijpelijke flowcharts van hoe ga je daarmee om? Welke zijn onze informatiebronnen? Die hebben we toen vastgelegd. We hebben ook heel gestructureerd zijn van de informatie komt van die 3 websites. Die komt van de geneeskundige dienst, externe geneeskundige dienst. We hebben een spoedarts als backup daarvoor genomen. En vanuit de media hebben we ons ook heel erg beperkt tot een paar dokters waar we zeggen van dit zijn de dokters die ons informeren. En dan zijn we met onze mensen gaan praten. Dus we zijn eigenlijk gestart in dat weekend met communicatie naar ieder van onze medewerkers, naar de sociale partners. Heel open en heel eerlijk, ook wat we niet wisten. Je zegt, je communiceert naar de vakbonden, daar ook opnieuw de externe dienst, de geneeskundige dienst bij betrokken. En blijven communiceren, elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw als er nieuws was, ook met de afdelingshoofden rond de tafel gezeten. Elke middag om 11 uur een coronabriefing. Van dit is wat wij doen, hier worstelen we mee, hier moeten we op reageren. Maar En jullie dat. zaten dan echt al bij de eerste, nog voor zelfs, dat lijkt me niet dat weekend was, ook voordat de overheid eigenlijk echt maatregelen had aangekondigd. Ja, absoluut. We zaten een week eerder. En wij zagen het toen. Natuurlijk, wij hadden het vermoeden dat er een potentiële coronapatiënt bij ons in bedrijf werkt. Dus we hebben daardoor snel geschakeld. Maar anders hadden we het ook gedaan. Anders hadden we ook gezegd van wat moeten wij doen? Het was toen al 2 keer. De eerste keer is het een thema geweest op directiecomité. Ergens dat is rond de 23e of 24e februari geweest. En de week van begin maart is het opnieuw een thema geweest op directiecomité. Dat we telkens opnieuw zeiden van oké, jongens, wat komt er op ons af? Welke materialen komen uit China? Ja. Welke materialen komen uit Noord-Amerika?
Italië, waar we wisten dat er toen problemen waren, moeten we hier ergens een voorraad inkopen. Hamsteren ja. van materialen. We hebben er al aan gedacht. Hè. En waar zitten onze risico's? En dat we dat tenminste al wisten. Dus we waren eigenlijk in die richting al aan het voorbereiden. Ja. Oké. En omdat jullie zo vroeg waren, ik kan me voorstellen dat er misschien werknemers nog helemaal niet mee waren. Die zeiden, allee, waar komen jullie nu mee af? Is toch niks aan de hand? Ik ben nog op café geweest, ik ben nog een weekendje weg geweest. Was het niet moeilijk om je mensen daar mee te krijgen? Moeilijk. 80% bijzonder vlot, 20% wat moeilijk. Ja. En ik herinner mij, ik was in die periode op een werf in Gardens. We zijn in Gardens in Geleen aan het bouwen. Okay. En we hadden een aantal maatregelen op dat ogenblik lopen hier bij ons. We hadden ook alle ploegen met alcoholgels, we hadden papieren zakdoekjes, we hadden geleerd om probeerden mensen te leren om anders te niezen, geen handen te geven, geen hugs te geven, geen high fives. Je kent in de bouw, er wordt dan een keer gezegd van, come on jong. Dat allemaal niet te doen. En ik kwam op de werf en ja, dan merkte je toch dat die jongere gasten zeiden van, hey, heb je wel je alcoholgelletje bij? En er werd lachend over gedaan. Ja, maar dat heeft dan 3 dagen nog geduurd. Ja. En toen hadden ze het ook allemaal door. Toen hebben we ook trouwens de werven in Nederland op dat ogenblik wel stilgelegd. Want het Nederlandse systeem van aanpakken fit niet 100% met het Belgische. Nee. Het is heel erg moeilijk om in België te zeggen van social distance, sociale afstand, zoveel. Vermijd contacten en niet naar de winkels te gaan. Want de winkels werden gesloten in België. Terwijl in Nederland, we liepen dan bij Gardens, straks zwart van een plek om te gaan winkelen. Maar dan we zeggen, hoe kan dat nu? En wij moeten onze mensen zeggen dat ze niet gaan winkelen. En daar moeten ze gewoon het hek open doen. En ze staan in de winkel en ze gaan tuinmateriaal kopen. Dus daar hebben we ook heel snel gedaan wat we moesten doen. De werf afgewerkt tot waar dat we dat konden. En dan onze eigen ploegen weggehaald en alleen verder gewerkt met Nederlandse onderaannemers. Ja, want inderdaad, de aanpak, terwijl we toch 2 buurlanden zijn, is eigenlijk wel toch totaal verschillend. Hè? Maar ja, ik denk, het is toch nog te vroeg om te zeggen wat goed is of wat niet goed is. Ja, ik denk dat we dat pas gaan kunnen zeggen eind van dit jaar. En zolang oordelen over wat goed of wat beter is, dat lijkt mij heel erg voorbarig. Ja. Hetzelfde met Duitsland trouwens. Duitsland heeft nog een andere aanpak. We waren ook aan het werken in Duitsland. Luxemburg heeft ook een heel andere aanpak. Dus daar is de bouw volledig gesloten. Dat mocht niet meer gebouwd worden. Tot nu 21 maart is dat terug open gegaan. 21 april, sorry, is dat terug open gegaan. Dus we zaten in 4 landen met 4 verschillende aanpakken. En dat is niet evident. Nee. Ja, verwachten in Europa, zeker in de Benelux. Je hebt ook 1 aanpak zou hebben. Ja. 1 aanpak zou hebben. Dat is toch wel een les om te trekken. Hoor. Lijkt mij wel, ja. Ja. Maar heeft het, zijn jullie op dit moment 100% operationeel dan in België? Of is het toch door alle omstandigheden dat er toch bepaalde werven stil liggen? Of hebben ze even stil gelegen? Ja, wij zijn als bedrijf 100% operationeel. Maar we zijn actief op ongeveer 2/3 van de werven voordien. Een aantal werven zijn stilgezet door de klant. Er zijn ook een paar werven geweest waar dat zodanig veel mensen aan het werk waren dat we eigenlijk zelf zeiden van dit is niet verantwoord. Dat onderaannemers of nevenaannemers van de klant aan het werk waren en die dan veel minder respect hadden voor de veiligheidsmaatregelen dan onze eigen mensen. En daar hebben we dan de stekker uitgetrokken. En die hebben we herplant. Dan zijn we nu opnieuw aan het werken, maar in plaats samen te werken op dezelfde werf. Op hetzelfde ogenblik hebben we die sequentieel naast elkaar geplaatst. Dus wij werken af, dan de elektriciteitswerken die komen dan, en dan komt de HVAC en dan komen wij terug afwerken. Dat duurt allemaal wat langer, maar het gaat wel vooruit. En het is veilig. Dus nu kunnen jullie goed doorwerken. Orderportefeuille zit, neem ik aan, ook goed gevuld. Maar bij de vorige crisis, in 2008, de economische crisis, werd de bouw enorm hard getroffen. Ja. Hoe kijken jullie daar op dit moment tegenaan? Als het niet op korte termijn terug snel op gang komt? Of zit de bouw nu al met problemen dadelijk over een paar maanden? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, heel goede vraag. Hoe kijken we ernaar? We zijn natuurlijk met scenario-planning bezig. Hè? We hebben op dit ogenblik een reeks van scenario's hoe dat we naar dit jaar kijken en volgend jaar. Dus onze scope is 1,5 jaar.
Voor dit jaar, we zien een impact op omzet ten opzichte van hetgeen dat we voorzien hadden. En we schatten dat in de 15 en de 20%. Dat we minder gaan draaien. Langs de andere kant is het ook zo dat we... Ja, inderdaad, dat is fors. Het is zo dat wij een aantal vaste kosten, kosten die we zagen komen, dat we snel genoeg van voor in het jaar zitten om hier nog te kunnen ingrijpen. Ja. Dat bijvoorbeeld aanwerving hebben we on hold gezet. En die waren wel gebudgeteerd. Ja. Dus dat we op die manier ook ons budget, onze vaste kosten, naar omlaag kunnen brengen. En op die manier toch nog, verwachten wij dit jaar met een positief resultaat te eindigen. Naar volgend jaar, met een flinke orderboek, die zijn we natuurlijk nu op dit ogenblik op werken. Naar volgend jaar, dat is natuurlijk heel, dan wordt het wat vager. Maar we verkopen nog. We zijn vandaag, we lopen wat achter ten opzichte van onze prognose op het gebied van verkoop. Zeker in april. Maar in maart hebben we ongeveer evenveel verkocht als dat we omgezet hebben. Heeft de orderboek gelijk. April gaat dat minder zijn, mei gaat dat minder zijn, juni gaat dat minder zijn. Dus we hebben nu een heel sales, marketing, communicatieplan waar we zo kort mogelijk op de bal spelen en zoveel mogelijk contact houden met al die klanten waar we vandaag mee rond de tafel zitten die toch gaan investeren. Ja. Jullie zijn ook bekend als bedrijf wat goed overal aanwezig is. In netwerken, in marketing, ja, valt ook onder u. Noem maar op, overal bij aangesloten. Als je het hebt over kosten besparen, hoe kijk jij dan ten opzichte van marketinguitgaven? Wordt daar ook kritisch naar gekeken of is het net toch van belang om aanwezig te blijven? Ja, absoluut. Absoluut aanwezig blijven. Dus wat we niet hebben, zijn natuurlijk een aantal events die vallen weg. Die kosten die worden niet gemaakt. Daarnaast, de communicatie die we vandaag hebben lopen, die blijft gewoon lopen. Integendeel, we gaan waarschijnlijk zelfs een versnelling hoger. En we zijn in de periode tot half april zijn we weggebleven ook van social media. Mm-hmm. Hebben we nu een stap kunnen zetten, zijn we terug rustig aan het opstarten. We hebben ook een overlijden gehad in het bedrijf, niet corona gebonden, maar een dom ongeval. Daar hebben we rond moeten communiceren. Dat was ook helemaal niet gepast om op dat ogenblik iets anders te doen. Maar we zijn nu terug aan het opstarten. We zijn nu terug de stappen aan het zetten. Vandaag hebben we een persbericht uitgestuurd op de manier hoe dat we onze mensen toch ook verbonden houden in die crisis. Hoe dat we dat doen met de bedienden. Op welke manier dat we iets nieuw hebben gelanceerd, ook naar onze arbeiders op de werven. En in de ateliers, om de communicatie op peil te brengen. Dus we zijn terug naar buiten aan het komen. En we gaan daar een versnelling hoger in. En tweede punt, we hebben een strategisch project lopen rond digitale communicatie. Dat hebben we ook niet stopgezet. Daar gaan we gewoon op verder. En dat zijn nu de momenten dat je allicht een voorsprong kunt nemen ten opzichte van de conculega's, als je daarin verder. Ja, dan doen jullie je naam, hè, of de bijnaam, of hoe noem je het zelf, of de ondertitel, de voordenkers, doe je eigenlijk eer aan. Maar dat hadden jullie eigenlijk wel op het moment dat jullie eigenlijk het eerste weekend maart al met zo'n groot plan, plan omtrent corona, daar waren jullie echt de voordenkers in, denk ik. Dat weet ik wel bijna zeker. Daar zijn we ook bijna zeker van, dat we daar heel snel, gelukkig heel snel. Voordenken is een attitude. Ja. En een attitude kan je aannemen. Het is niet zo dat alleen in ons bedrijf is. Het is een kwestie van het willen te doen en te anticiperen. Eigenlijk antwoorden te zoeken op vragen die nog niet gesteld zijn. Ja. En dat is in de bouwsector zo. Als je advies geeft, dat is in dit geval juist hetzelfde. Er was toen nog geen sprake van een lockdown, maar we hadden wel de vraag hier op tafel liggen van wat gebeurt er op het ogenblik als we hier anders moeten gaan werken? Wat moeten wij dan doen? Op welke manier kunnen we voorkomen dat we in een situatie komen dat we zouden moeten gaan sluiten? En ja, dan ben je aan het voordenken. Maar iedereen, en wij hopen heel eerlijk dat heel veel mensen gaan voordenken ook in deze situatie. En dat ze in oplossingen gaan denken. Want dat is de reden dat wij als bouwbedrijf geen minuut stilgelegen hebben. Nee. We hebben dus het moment van die crisis hebben doorgewerkt. Anders. We hebben geïnvesteerd, we hebben veel maatregelen genomen, heel veel gecommuniceerd. We hebben bijvoorbeeld 35 auto's extra gehuurd om onze mensen te werven te brengen in individueel vervoer. Dat kost geld, maar dat is wel een oplossing voor een probleem. Ja.
alleen het probleem blijft zien, ja, dan kan je niet verder werken. Niet oplossen. Dat, problemen, dan stopt het bedrijf, dan stopt de flow, dan stopt de cashflow natuurlijk ook. Ja. Natuurlijk niet als ondernemer. Je wil eigenlijk doorgaan. Dan is de klant ook niet geholpen, want de klant wil ook verder. Ja. Als je vandaag bouwen bent. En bijvoorbeeld, ik haal even een voorbeeld aan. Er is een klant die tijdelijke huisvesting heeft vandaag, maar aan het wachten is op zijn bedrijfshuisvesting. Stel dat wij nu gedurende anderhalve maand zouden zeggen, ja, maar wacht eventjes, we komen niet omwille van problemen met de coronacrisis. En het is perfect mogelijk, hè? Ja. Het is op veel plaatsen in de bouwsector gebeurd. Ja. Ja, hoe zou je dan als klant naar een bouwbedrijf kijken? Ja, toch nooit zeggen van dat zijn mensen die problemen oplossen, dat zijn mensen die problemen veroorzaken. Ja, precies. Ja, hij haalt dan uiteindelijk problemen. Ja. Dan ga je toch alles doen om die mens wel verder te helpen. Die klantgerichtheid, die focus op die klant, op dat engagement dat we hebben genomen ten opzichte van die klant, ja, dat ga je eerst en vooral nakomen. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Niet alleen trouwens, het ganse bedrijf heeft overtuigd dat allicht nog de grootste plus gaat zijn na deze crisis. Ja. Dat klanten gaan zien en gaan voelen van verdorie, ze hebben een engagement genomen. En ook als de wind op kop staat, dan gaan ze nog door. Dan gaan ze nog altijd verder, gaan ze doen wat ze moeten doen. Ja. Wij kruipen niet zomaar weg. Nee. En dit lijkt me een moment ook waarin jullie weer vooruitdenken. En een moment waarin je kunt gaan nadenken in een... Ja, we zijn nog lang helaas niet van de corona af. Maar dadelijk komt toch een fase 3, 4 en 5... waar we langzaam hopelijk de komende maanden of tot volgend jaar gaan afbouwen. Gaan we innovaties doen? Gaan we dingen anders doen? Gaan we dingen vernieuwen? Ik neem aan, daar zijn jullie nu ook al langzaam mee bezig. Hè? Ondanks dat het nog volledig moet. Ja. Daar moet je ook mee bezig zijn. As we speak, deze week, 3 dagen, dus dinsdag, woensdag, donderdag... Hebben wij 12 verbeter- en innovatieprojecten die we bespreken. Met, ik denk in totaal zullen er een 45 of een 50-tal medewerkers betrokken zijn. Die gewoon verbeterprojecten in het traject. Wat kunnen we toevoegen? Op welke manier kunnen we met Building Information Modeling de volgende stap gaan zetten? Op welke manier? We hebben het over kelderdichtingen. Maar evengoed zit er een traject bij van hoe gaan we met thuiswerk om? Dat doen we morgen. Komt na corona, want we hebben nu 90-95% van de bedienden die thuiswerken. Hoe gaan we daar nu mee om? Na corona. Op welke manier wordt dat een onderdeel van onze cultuur? Hoe moeten we dat administratief, hoe moeten we dat juridisch gaan afdekken? En organisatorisch natuurlijk, dat kan. En daar kunnen we hele mooie dingen mee doen. Dus we hebben er 12 op het ogenblik. En op de parking lot hebben we er nog eens een stuk of 4, 5. Waar we zeggen van, ja, dat ook nog willen doen. Maar even niet genoeg capaciteit, maar die gaan er ook aankomen. Dus je maakt gebruik van deze momenten om de volgende stap te zetten. Eigenlijk operations te verbeteren. En een stuk zowel aan de kostenzijde efficiëntie te winnen, ja, als met nieuwe dingen te komen waar dat de klant van zegt, oké, hier kan ik mee verder. Ja. Dus een heel boeiende periode, hoor. Doet je dat in de privé-situatie ook? Dat je nu kijkt van, nou, waar sta ik nu? Ik heb nu meer tijd om te reflecteren. En nou, wat neem ik misschien mee uit deze periode? Of wat ga ik anders doen? Een hele boeiende. Ja, eigenlijk wel natuurlijk. En, je hebt bij de intro gezegd redelijk actief en ook sociaal actief. Ik moet eerlijk zijn, ik ben geen type dat je makkelijk kan opsluiten. Nee. Ik ben het ook niet van plan. Maar ik geniet wel van kleinere dingen en van de rust en van... Van een stukje meer structuur. Een stuk structuur te brengen in het leven. Dat zorgt ook voor wat rust en wat meer zekerheid. Ik kan heel makkelijk met onzekerheid om. Bijzonder makkelijk. Alleen die zekerheid heeft er ook een bepaald comfort. Daar ga ik zeker mee pakken. Eten. Er zijn veel mensen die zwaarder worden tijdens deze crisis. Want ik val af. Ik ben 2 kilo kwijt. Kan u dat afgeven? Receptiekilo's. Dat zijn mijn receptiekilo's die ik echt niet meer heb. En die waarschijnlijk ook zitten in het feit dat je iets vroeger aan het eten bent, s'avonds dan andere momenten. Ja. En mijn echtgenote, die werkt voor KBC, die is ook fulltime aan het werk. Die heeft er plezier in gevonden om op een gezondere manier te gaan koken. Ja, op andere maand. Ik heb niks gemist. Ik heb nog nooit zoveel wijn gedronken als nu. En zo weinig
zoveel wijn. Maar ik ben wel 2 kilo kwijt. Oh, ik geef het maar. Ik ga dat volhouden. Dus wat dat betreft, dat is zeker een plezante. Je ontdekt natuurlijk ook een stukje meer je eigen streek. Hè? En alle producten. Echt zo de focus op het lokale. De korte keten. De rijkdom die we hier in Limburg, in beide Limburgen hebben. Ik spreek altijd over één groot Limburg en Oost. Ja. Ja. Beide Limburgen hebben. Die is zo ontzettend groot. Die leer je toch wel nog een keer extra te appreciëren. En ja, dat pak je zeker mee. Ja, en daar ligt nu deze weken veel meer de focus op. Denk je dat ook blijft, die focus meer op de producten van bij ons? Streekproducten, streekondernemers, het landschap. Is dat iets wat hopelijk een beetje blijft hangen? Ja, ik denk het wel. Het zal niet, waar het nu vandaag toch wat zwart-wit van links naar rechts schakelt. Er gaat altijd iets blijven kleven. Er gaat altijd een moment zijn dat het terug in de andere richting gaat, maar niet volledig. Ik denk ook dat de lokale webshops, dat die het goed gaan doen. Ja. Dat het digitaliseren van heel simpele processen, ook bij kleinere bedrijven, dat gaat werken. De manier hoe dat ijsjes halen in Ulvent, op de grens tussen België en Nederland, de overkant van de straat is Nederland, is Margraten, aan de andere kant is Voeren. De manier hoe dat de ondernemer daar de zaak aanpakt, dat is fantastisch. Met heel simpele systemen. De afhaalt toch beste ijs van Zuid-Nederland en van Amsterdam, zal ik maar zeggen. Maar hoe dat hij het aanpakt via simpele digitale communicatie, dat gaat hij blijven doen. Ja. En de mensen pikken het. In één keer weten ze allemaal dat hij tot 9 uur 's avonds open is. Dat is nog nooit gebeurd, maar ze weten het wel. Ja. Dat is waanzinnig knap. Dat afhalen en zien dat daar een businessmodel zit. Ja, fantastisch. Ik geniet daar ongelooflijk hard van. Dus ik zie daar veel bewegen. Ik zie webshops komen. Ik zie VKW komen met zijn 2020-code. VKW 2020 met extra kortingen voor lokale partijen hier. Ik zie dat erop gereageerd wordt. Ja, dat zijn de dingen die wel permanent gaan blijven bestaan. Tot slot. Daar hoop ik toe. Tot nog een advies voor mede-ondernemers, managers, bedrijven die nu denken van, goh, wat moeten we? Ja, we moeten vooruitdenken. Maar wat moeten we nog? Wat zouden we nog kunnen? Vooral in oplossingen denken. De oplossingsgerichtheid, het is zo makkelijk om problemen te zien. Je moet maar rondkijken, je ziet overal problemen. Je kunt een andere bril opzetten. Elk probleem heeft een oplossing. En ja, dat is niet gemakkelijk. En ja, dat kost moeite. En ja, er is verandering. Probeer dat te omarmen. Probeer te omarmen dat verandering... Dat was vroeger al zo. Voor degenen die wouden vooruitgaan. Maar vandaag de dag wordt het nog zoveel belangrijker om dat te omarmen en te kijken vanuit die verandering, waar liggen mijn opportuniteiten? En daar oplossingen voor te zoeken. Als je oplossingen zoekt, de kans dat je ze niet vindt, is niet groot. Nee. Anders zit je in de verkeerde business, waarschijnlijk. Want dan kent je er niet veel van. Om het heel cru te zeggen. Ja. Of dan heb je heel veel pech. Of moet je sluiten van de overheid. Want dat is natuurlijk een echt drama vandaag. Daar hoor je mij niks over zeggen. Alle andere gevallen zijn er mogelijkheden. De bedrijven die niet moesten sluiten in België of in Nederland, die toch gesloten zijn, daar moet je een paar vragen bij stellen. Want je kunt al oplossingen vinden. Ja, maar je moet ook oplossingen vinden voor de problemen. Ja, heel goed. En dat is de raad. En dat is bij u thuis zo, dat is in uw leven zo, dat is als je op vakantie wil gaan zo. We gaan waarschijnlijk heel leuk op vakantie gaan, niet zo heel ver, maar we gaan dingen zien die we niet gezien hebben. Dat klopt. Dus neemt het eens even leuk. Als ik al uw verjaardag hoor, en dan gaan we vakantie al helemaal top. Dus, Ja, inderdaad. Maar dan gaan we chapeau ook gebruiken als raadgever om te kijken welke wandeling dat we kunnen doen. Op welke plek dat we nog eens kunnen gaan eten. Dat zijn de dingen die je meer en meer gaat ontdekken. Hier lokaal. Ja. Dus ik denk dat daar die focus op dat lokaal ontdekken, die lokale business kort bij elkaar, het netwerk gebruiken, ook lokale producties opstarten, meer de ambachtelijkheid. Ik hoop dat blijft bestaan. Ik ben er zeker van dat... Ook werken met lokale mensen. Ja. Wij werken onze mensen zijn allemaal mensen die in België, Nederland of Vlaanderen, Nederland of Wallonië wonen.
Wij hebben geen mensen die vanuit het oosten van Europa komen of vanuit het zuiden van Europa. Die zijn allemaal weg. Dat is gevolg dat wij wel hebben kunnen doorwerken. Ja. En kunnen communiceren. En veilig kunnen werken daardoor. Dus dat is alleen maar een win. Ja. En die mensen die voegen iets toe aan het sociale systeem, aan het zorgsysteem in België, in Nederland. En die maken er ook gebruik van nu. Ja, fantastisch. Als we dat niet zouden doen, dan zou er geen zorgsysteem zijn waar we zo dankbaar voor moeten zijn. Dan zou er geen sociaal systeem zijn waar we zo dankbaar voor moeten zijn. Ja, dan zitten we diep in deep shit. Ja. En dat proberen we ook te voorkomen. Dat is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat klopt. Denk en oplossen. Dankjewel, Herman. En veel succes de komende weken met al het vooruitdenken en de vernieuwingen. Daar zijn we volop mee bezig. Bedankt voor de aandacht. En hou het goed daar. Wil je meer van onze video's zien? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal. Like onze Facebookpagina en volg ons via Instagram.